Vooral beste kijkers, in gesprek met mijn stad weer, want ja, de titel vlug en we gaan ook zo langzaam maar zeker aan het eind van het jaar en dan beginnen we zo weer met een nieuwe. U bent terecht gekomen op Noordeinde. En waar ben je terecht gekomen? Wie een zekere? Jan en Henny van Omen. Jan en Henny van Omen. Ja, Jan, om met u even te beginnen. Ja, je bent een man, woon je al lang hier op Noordeinde, ben je geboren hier trouwens ook? Ik ben hier geboren en als het half van wilde, moest ik hier ook weer wegdragen. Dus ja, zo stort het ding over. Ja. Henny, hier ook? Ben je hier ook geboren? Nee, ik niet. Nee. Je bent hier niet geboren? Nee, toen ik trouwens ben ik hier gekomen. Ja, ja. Waar kom je dan vanaf? Ook van een Veluwe af? Kampen. Oh, Kampen. Zwartendijk. De Zwarte Dijk. Oh, dat is ook met wel die hoge boom, hè? Ja. 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 En ben je een boerendochter af? Ja, ik ben een boerendochter. Ja. Ja. Een echte boerendochter. Echte boerendochter, ja. 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 Nou, daar was ik niet blij mee. In eerste instantie niet natuurlijk. Hè? Maar nee. Je kan er best wel aan wennen, denk ik. Je bent er nooit aan. Maar ja, dan ben je zo gek, dan gooi je melkbussen tellen, die kent dat wel. Ja, hè? Dan laat het maar tegen. Ja, goed. Wij van oudsher een boerenjongen of niet? Ook dat nog. Maar ik ben nog geen boeren geweest. Je bent nog geen boeren geweest? Nee. Wat wij dan? Wij je gewoon een bouwvakker af? Nee, ik was niks. Ik heb ook nooit wat geleerd. Nee. En ja, ik heb geen diploma, dus ik kon nergens terecht. Nergens. Nee. Toen moest ik maar een beetje de boer op en licht scharrel links en rechts. En zo is het gewoon. Ja. En wat heb je dan ondernemen? Aan de vrede blijven, zeg maar. Een beetje steken. Ja, jongen. Wat heb ik niet gedaan? Scharrelen en mazelen en ja, van alles wat. Ja, die zaten in de Een luislopende hond. Ja. Dus die zaten helemaal in de handelswereld, zeg maar. Ach. Scharrelderijen. Ja. Handel is hoor zo'n groot woord. En nu heb je door al gelegen mee, hè, niet af? Oeh, was maar zo. Nee. Ik was kraamverzorgster. Oh, je was kraamverzorgster? Ja. En deed je wat je hadden dan? Nee. Oh, niet? Toen ik 54 was, toen ben ik dat pas gewend. Ja. Toen ben je dat pas gewend? Ja. Ja. Ben ik een jaar naar school geweest en... Ja, dan ging je ook mee in de handelswereld natuurlijk, want... Ja, toen niet. Want weet je, dan zat ik op wacht en dan ging Jan naar België wat ophalen. Maar dan kon je niet mee, hè. Ja. Als die vrouwtjes bellen dat ze gingen bevallen, dan kan ik niet in België zitten. Hè? Toen bleef ik altijd thuis. Ja. Ja. En had je bepaalde dingen dat je voor je ver naar België ging om hier naar Nederland te halen? Ja, ik ben verder begonnen met mijn schouw, marmer en zaansteen. Daar ben ik ook wel heel per ongeluk in de rol. Ja. Ik had de zeuging verkocht en toen ik de handen was en ik zei die maak ik nooit weer smerig. Nou, ik heb ze nog nooit zo smerig gehad als de laatste jaren, maar goed. Ja. En dan zat ik hier te kijken in huis en de hele buurt zei, god, ik was daar nooit bij huis. Wat beweegt die vent toch, hij zit maar achter die geranium te kijken. Ik zei, ja, maar ik ga ook niet door achter de geranium. Ik zei, een goed keer op mijn, ik had nog een karre van 5 meter achter die IBAN knut. Ik zei, goh, van nu zo, van je ziet wel wanneer ik weer kom. Ja, kom je wel weer dan? Ik zei, als ik de karre vol heb en niet eerder. Nou, ik wist ook niet waar ik op aan zou. Ik ben in de auto gestapt in een rijden. En toen kwam ik in België terecht en toen zei ik wat schoon, maar dat leek me wel. Marmer en zandsteen. En toen werd ik een stuk of 12, 13 in één keer gekocht. De kaart ook wel vol weer op huis aan. En die ga ik met een week allemaal kwijt. Ik denk dat liep ook goed om handel. Ja, ja. En dat deed ik wel een jaar of 10, 15 de dag. Niks anders dan schoon. Maar ja, dat was me op een gegeven moment voor te zwoer. Ja. Want ik trok het er zelf vaker uit en ja, als ik altijd alleen te trekken en de madel en denk, maar daar stop ik ook mee. Nou, het ook weer een nieuwe hobby op bezorgen, een beetje broekanten. En zo is het dan gewoon. Ja. Ja, en ik begin veur in België, en eindig veur in Frankrijk. Ja, je komt overal terecht, hè? Ik kom overal terecht. Was dat dan makkelijker te halen, goedkoper dan in Nederland? Ja. Ja, kopen niet, maar meer keuze. Ja, nee, zo'n schoon, de schoon was praktisch de meeste die erin deed. Het was Pompeo, die zat toen in Oldenbroek. Ja. Maar ja, die was gigantisch duur, daar had ik geluk mee. Ja. En dan kon ik voor het halve geld wat hij ze voor verkocht, kon ik ze prima voor verkopen. En zo kreeg je brood op de planken. En zo kwam die brood op de planken, maar die is belegd erbij. Ja. Ben je erbij een betrekking naar toen een krokant erbij die kwam? Ja. Een paar jaar geleden, toen hij 65 was, toen mocht ik niet veel meer werken. Want toen kreeg hij nu, nou ja, dan kreeg ik die portie niet, zeg maar. Ja, dat klopt. En toen ben ik, nou,
drie of vier in het jaar overgegaan. Nou, toen kom ik mee naar België. Hè. Ja. Ja, dat is wel leuk hoor, die markten. Ja. Maar wel zwaar. Ja, leren s'nachts op die markten te lopen met een liggie om wat te vinden. Ja, drie of vier uur s'nachts. Ja, op dit de bierwezen, maar anders is het zo gebeurd. Ja, om acht uur gaan we weer in huis. Als, de meute komt, zeg maar. Wat voor materiaal, vullen jullie dat aan, wat de meesten bij die vrouwen, of denk je, ach, kom maar, zeg maar, dat is het geval. Dat is het geval, wat je zelf mooi vinden op die markt, dat neem je mee. Ja. We kopen gewoon wat ons voor de voet komt, het is niet meer nodig gericht. Maar je kunt ook niet gericht met die handel, hè. Nee. Want de ene keer is het de kromlucht, dus ik nu maar wat, en de volgende keer is het de gewijn, en de volgende keer dit, en dan bankjes, en een karrebank, en een schoelbank, En het is overal maar een hele korte tijd van, in feite. Ja. En jullie doen dat puur hier bij ons vandaan, of ga je ook wel samen de markt op? Nee. Eén of twee keer per jaar. Dat is dus vragen. Pas was er zo'n markt in Elburg, met die battendagen, met oude stoom, maar liever niet. Nee. Het is voor ons zuur hobby, hoor. Ja. Want hobby kost geld, zeggen. Dit zal geen geld kosten, maar je verdient er ook weinig mee. Want ik ben één keer in mijn ring bij 150 euro aan de gas, jullie kwijt. Ja. Ben je onderweg nog een keer een stukje in eten, ben je ook een 1100 kwijt. Dus dan ben je 200 kwijt en weer bij ons ben. Ja, maar goede handelaar verdienen had ik gehad. Maar je hebt bepaalde kasten en spul. Ja, want hoe zit die ook in die computerwereld trouwens? Nee, dat kan ik helemaal niet mee. En Henny dan? Een beetje. Maar onze zoon die heeft nog een mooie site voor ons gemaakt. Ja, jij hebt gezien. Ja. Ja. Broek aan de schuur naar einde, of waar is Broek aan de schuur? Maar soms dan moet iemand antwoorden en dan giet het wel eens mis. Dan kan het niet heel goed hoor. Nee, maar je hebt wel nodig wat te proberen. Ja. En Kriep ook wel bekende figuren hier zo? Of hetzelfde? Marcel van Damme onder andere, maar die komt niet zo vaak, maar dat doet er niet toe. Nee. Voor 14 jaar geleden heeft ze nog een kast en een dingelbal voor een opname van Max. Dat komt eind maart. Ja. Toevallig was dat vanwege voor de televisie. Moeder, ik wil bij de revue. Door een vervolg op. En dat heet goedemorgen, dames en heren, of goedenavond, dames en heren. Dus die hebt dat hier ook al een week later, brengt ze het weer. Ja. En dat is leuke handel hè, voor die. Ja, is wel mooi, hè? Dat is goede business. Dat is business. Maar het gebeurt niet zo vaak, maar je wel meer van die tv-figuren die... Jawel. Ach, in de zomer, dan kun je heel veel volgen en dan kennen ze wel in deze wezen zien voor de televisie die komen. Doe maar. Dan ben je van alles wat. Krijg van alles wat. En is het ook puur... Nederlanders die komen of internationaal? Duitsers wij vaak, hè? Ja. Die liggen hier dan op de camping in België en Frankrijk. Nou, hoe maak je de prijs? Ik kom een bio, ik zie een mooi kastje en overleg je dat samen of doe je zo te vinden? Die kijk naar de kerel. Die zijn maar zo wat. Als een knappe kerel krijgt een kop en dan krijg je iets kort in. Maar geen limiet dat je zegt samen van dit kopen we in van de week en dan is het voorlopig helemaal verlopen. Ik koop mijn ding en ik druk een tientje bij op en dan is het goed. En dan aan het einde van de rit rijden benzine weer. Nou, zo werkt het een beetje hoor. Echt. Ja. En dan ben je lekker bezig. Precies. Het is onze hobby, hè? Ja. En hoe lang doe jullie daar al samen? Al heel wat jongen, denk ik. 15, 20 jongen. Ja, zeker. 20, 15 jaar. Nou, eerst ging je eerst 10, 15 jaar bij nog meer bij staan. Nee, is ook zo. Het is ging ook wel hard, ja. Ja. Want in 90 ben ik kraamverzorgster. Maar hoe weten jullie dan dat er handel is? Word je belt af? Ook wij. Maar markten. Als je nu 32 jaar komt, dan ken je er ook wel een heleboel. Zoals ze zeggen, kennen ze allemaal wel. In Nederland heb ik een tom-tom nodig, maar in België heb ik veilig geen tom-tom nodig. Nee. Dat ben je kind aan nu zeggen. Dat ken ik beter de weg als hier. Ja. En dan zit hij in de omtrek natuurlijk Antwerpen, Brussel. Dat ben ik begonnen, ja. Maar vorige weken. We gaan dan vullen met Dana. Ja. En we waren even. Ik heb dan de schuur helemaal vernieuwd, nieuw dak en alles erop, maar dat doet er niet toe. Toen was ik er wel een week of 4, 5 niet geweest. En toen naar de markt toe, die begint als man om 3, 4 uur. En wie waren er?
Waterloo was dat. Waterloo, onder Brussel. Nou, wie komt daar zo helemaal niks. Geen kraan, niks. Geen auto. Nee. God, dat is ook wat. Ja, nou. Dus was nog een markt, 90 kilometer wieder. Frankrijk, hè. Met een pot dicht de meest. Nou, ik weet er wat 2 uur over gedaan, misschien 3 uur is. Ja. Naar de ene deur en niks zien kunnen. Nou, dat bouwt wel goed geslaagd. Dat is verschrikkelijk vrolijker. Ja. En ook goedkoop. Ja. Dat kan je ook gebeuren. Ja. Ja, dan zit hij in een van u zo. Ja, dat is een hele. Ja. Of je riem de Ardennen in en dan is het wel sneeuw. Ja, dat ook wel laat, dan is niet wie te komen. We luisteren altijd wel naar die berichten, maar daar kun je niks van in die Ardennen. Nee. Dat kan zo ineens. Maar je bepaalde artikel hier staan dat je zegt: dat is wel heel bijzonder. Nee. Dat je samen kracht hebt. Nee. Ach, ja. Maar je krijgt ook namens geen waarde dan? Ook niet. Nou, ik kom er soms thuis, dan is de lamp uit de kamer verkocht, of een stoel of een kast. Ja, ja. En maar dat scheelt me niks. Nee. Als maar niet uit de familie komt, want dan dat wil ik wel graag houden. Ja, dat kassie, dat is van zijn opa, die nam dat mee als ze naar de boeren ging dienen en dan moest een deur er kleren in. Nou, dat weet ik nooit kwijt. Dat al bieden ze door nog zoveel voor, dat weet ik niet kwijt. Maar gewoon ding die. Ja, pas het, hoe heet dat? Hoe heet dat ook weer? Die Jodenen. Die stoelen met die tafel, dat biedt mij ervoor. Ja, we hadden een stoel en we werden gebeld door Anne Frankhuis in Amsterdam. Ja. Die wilde het Anne Frankhuis inrichten, maar daar stiet niks in, hè? Nee, dat weet, hè. En ze hadden hier stoelen gezien, die had ik toevallig op Marktplaats staan, die was kwijt. Ja. Maar exact dezelfde stoel als die familie Frank had. En we hadden ze net de vorige dag verkocht. Ja, zo, dat was zo jammer. Ja, dat is echt zo. Ja, dat was jammer. Ja. Kijk, ja, toch weer. Maar die had je graag door aan beide. Oh, ja, weet het is. En die had kassen en alles was er op zo'n tafels. We hebben alleen de stoelen ervan verkocht en de rest zit er nog. En die had alles willen nemen. Ja, dat was jammer. En doe de stoelen weg, want ze zei, ja, dan doe de rest ook niet. Oh, dat Mahoney speelde mee al dan. Ja, Mahoney is niks meer. Ja, dat is niks voor ons. De antiek is niks meer. Nee. Onvergoedbaar. Maar dat vond ik toen wel jammer. Ja. Maar even als kind zijn er daar altijd al een beetje in hoort in. Of is dat later ontstaan? Toen 15, 16 jaar was, toen was dan een kar achter, maar dan ging je aan de kant mogen. Ja, toen was je aan. Ja. En toen rijd je vrouw ook zo leren kennen. Precies, onderweg, ja. Op de kar. Het eerst was rommel, maar later denk ik, ja, kan toch wel aan. Ik ben niet bijna uit de wier gehaald hoor. Ik was super jong. Maar vrijd. Ach, ja, uw vader was kwaad en zei, die leerde nog zo jong. Ik zei, nou, als onze lief neer op gezond houdt, kan hij min oud worden, joh. Maar ja. Boven plan. Ja. Wij de bedoeling, ja, dat weet je nog. Maar wat is het verschil, want jullie zijn dan heel tijd in die wereld in. En als je kijkt naar rommelmarkten, je ziet elke keer hetzelfde, zeg ik wel. Ja. Maar zie jullie door wel verandering? Nee, ja, rommelmarkt, nee, joh, daar ga ik nooit naartoe. Oh, jawel, ik nog. Nee, maar ook in inkopen. Ik noem maar wat. Is het vaker standaard hetzelfde? Nee. Of komt er altijd weer nieuwe dingen? Nee. Hou weg. Wel, hier komt altijd nieuw. Ja. Altijd weer wat anders. Het is elke keer weer anders, hè? Op het moment zoeken we weer grote herten kopen. Ja. Gewijn. En varkens kopen en al dat soort spullen. Want pas al een keer een buffel. Nou, die weegt zeker 100 kilo, misschien niet meer. Dus die had ik aan de zolder, aan de muren willen hebben. Maar ja, de grote baas wil niet hebben. Ah, die was zo mooi, joh. Ja. Dat zo gewoon aan de kop en vreselijk mooi. En door is vragen al? En ach, er zijn niet zoveel mensen voor, maar hij wel de goede, dan ben ik loor. Ja. Maar ik heb hem verkocht voor 800. En hij sting een week later op Marktplaats voor 2700. En die man die heeft hem toch verkocht. Dus ja, je moet de juiste man hebben. Dat is overal. Ja, dat geluk moet je hem weer. Ja. Dat je een goede persoon hebt die goed wil betalen. Dat is het hele punt. Dan heb je weer een goede handen. Ja, met geduld hebben. Ja, ik moet geduld hebben. Tot de juiste persoon in de schuur kunt. Want sommigen, als ze dan vanwege wat ik heb, is die de volgende week nou, dan wordt dat zenuwachtig. Ja. Ik zeg dat mijn bakker gewoon, die staat nu bakken en volgende maand neemt brood verkocht. Dat is met de spul niet. Je moet gewoon, dat, hier staat ook wel wat, dat kan er bij 2 jaar staan. Ja. En toch op een gegeven moment giet het weer. Ja. Ah, dat niet tijdens aan de aan verdiend, maar hoe dan in je weg te maar meer dan ze toch weer vragen. Nou. Ja. Nou, nu zitten we eigenlijk een beetje, ja, het in de winter aan. Ja. Maar wanneer heb je de meeste pikken? Is dat 4 jaar zomer of maakt het allemaal niks? Je zit nu dat zeg in de gewijn, die de lampen en als dat goed doet. Ja. In de zomer verkoop je geen lamp, ook geen gewijn, of dat soort spul niet. Ja, dan even heel ander spul.
tuifeltjes en die bistro's natuurlijk en weer ik veel wat. Ja, dat, ieder. Dus verschillende jaartijden heeft toch andere vragen? Ja. En in de zomer dan zoeken we weer veilige herten kopen met dat soort spullen op. Maar nu niet naar King, maar de mensen in België en Frankrijk ook veel duurder mee. Iedereen loopt er nu op. Ja. Dus, maar ja, goed, als ze tegenkomen en het ligt erop, dan laten we ze niet liggen. Maar het is niet dat we zijn nu, nee. Dat zoeken we nu niet nog. Nee. Nee, hoor. En ja, ik zeg altijd, ben je niet thuis, heb je pech gehad. Ja, ze gaan zo de schuur. Ja, de schuur met al die loos. Ja, ze kunt er zo. En dan bellen ze wel eens, we hebben het gezien. Ja. We zullen het geld neerleggen. Nou, dat leggen ze dan niet neer. Hoe dus die van die mensen die komen met mobiel leggen? Ja. Ja. Je bent te makkelijk. Het is wel heel te makkelijk soms, maar. Ja. Er wordt niet veel misbruik van gemaakt. Echt niet. Nee. Heel veel eerlijke mensen. Ja, dus... Die missen ook niet direct, hoor, wat. Echt niet. Nee, want die missen echt wel eens een keer wat. En vaker van die lullige dingen. Een stoppen van de stopfles of de knoppen van de paspoppen. Ja. Allemaal van die gekke dingen die een paar knaken weer bent. Maar ja, dan is het voor ons de weer er al uit. Het dorp Noordeinde heeft toch nog wel iets bijzonders, denk ik. Dat heeft het zeker. Maar ja, dat heeft altijd... betrouwbaar nog. Ja. Want doe je het niet in de stad, zeg ik altijd. Nee, want... Hij is heel geurig. Dan ben je goed verkocht. Ja. Maar die betrouwbaarheid en vertrouwen bij jullie ook in die mensen. Ja, absoluut, hoor. Ja. Nee, god, het is ook weer gebeurd. En soms zijn weg geweest, want ik loop die schuren door en denk, er is ook wat weg. Ja, nou, daar leef ik niet wakker van. Nee. Het is ook een verschrikking die gebeurt, dan bellen ze soms dat de volgende dag op, je hebt geld in de brievenbus gelegd, ja. Ook goed. Ja. Meestal bellen ze wel even. Ja, vaker wel. Mobiel ja. Bij ons. Ja. Ja. Maar je nou bepaalde dingen voor om, dat je zegt, nou dat wil ik nog een keer hier op Harven aan te komen. Ja, jongen, wat moet ik er nu van zeggen? Als het maar een apartigheid is. Want hier zit dat knon ook, dat hebben we speciaal voor de deur gehad, als ik er. Als ze laatst daarvan. Ja, dat is mooi. Ja. Ik kan het ook wel goed voorkomen, maar ik wil hem heel niet kwijt. Nee, die luistert al, hè. Ja, dat hoort er ook bij. Dat hoort er allemaal bij. Maar je hebt niet specifiek naar dingen, want nu ben je 71. Ja. Hoog, hoe langer weer dat vol, mensen laten dat de dode ontscheid zijn, zo wel eens? Ik geloof dat nog wel als alle van wil dat ik met een rollenhader in de auto die counterbaan ja, dat geloof ik nog wel. Ja. En Henny, je vindt erop praten. Maar ik gebruik hem soms al, hè. Ja, ook niet zo hard maar meer. Maar je vindt erop praten om hem door in meer te halen. Absoluut. Dus wat dat betreft ben je samen in. Ja, jongen ook. Ja, ik ben niet makkelijk, hoor. Dat is ideaal natuurlijk. Ja. En anders zal dat heel anders komen natuurlijk in de handen. Jongen ook. Dat is niet te doen. Als ik dat alleen moest doen, nou dat... Dat ging ik echt niet doen hoor, met die kastjes jouw en alles. Nee. Dat is ook niks voor een vrouw natuurlijk. Nee. Maar hebben jullie een eigen website en zo? Ja, de jongen die heeft iets gemaakt. Maar je weet niet precies de namen, waar ze bereiken kunnen. Brokante Schuur Noordeinde of zo, op Brokante Schuur. Ja. Punt nu. Had het ook over, maar ik weet het niet. Ja, zoiets is het. Nou, je hebt in ieder geval wel een site waar mensen... Ja, maar 130 likers, of hoe noem je dat? Ja, likers. Dat is al veel, hè? Je zit nogal op Facebook en kreeg het begrepen, maar... Ja, dat zit ik likers toch? Ja. Dus wat dat betreft... Iedereen die jarig is, feliciteert, dat kan ik allemaal wel, hè? Ja. Probeer wel wat. Ja, weet niet waag, maar niet wend. Zo is dat. Ja, die nooit wat waagt. Blijf altijd maagd. Ja. Maar tot slot. Ja, baas. Heb je nog een wens? Ja, wat is nu een wens? Je leeft nog lang en gelukkiger. Ja. Je hoopt nog lang in gezondheid dit te mogen. Dat heb je goed. Ja, want dat zijn ook vaak. Wel graag samen. Maar als de vrouwen wat eraan verdienen, zeggen mensen, er wordt niks aan verdienen. Dat wordt ook niet, dat interesseert ons ook niet. Als je nu 70 jaar bent. Ja. Als je dan nog achteraan moet een zak voor geld krijgen, dan ben je te laat. Ja, dan ben je al te laat. Want we weten allemaal dat je met werk niet drie gewoon. Ja, ik ben er ook te laat achter gekomen, dat is het punt niet, maar dat weten we allemaal. Dus, maar zolang je boterham nog hebt. Precies, we hebben ons AOW, dus die zorgt goed voor ons. En Henny, heb je ook nog een wens dat je zegt van, voor de toekomst? Ik wil heel graag dat we samen blijven. Dat is mijn grootste wens. Ja. En gezond. En dan samen de handel lekker bedrijven naar in Frankrijk. Oh, joh, rommelen maar zoiets aan. De schuren, die houden helemaal in elkaar. Daar was het asbest op. Dat hebben we allemaal nog
van iets vorige maand. Ja. We hebben een week de witte mannetjes om de deur uit. Ja. Nou, dat is allemaal weer goed gekomen. Ja, ja. Want die jongens van ons die zitten in de bouw, de houtbouw. Ja. Die hebben dak er in één dag weer opgegooid in mijn ronde mee. Ja, perfect. Ja. En zo ben je helemaal weer klaar voor de toekomst. En wie nu komen ze weer afwagen. Ja. Goed, fijn dat we hier even mogen wijn, dat we ja, een mooi een stukje onderdeel van handel en zo besproken hebben. Want ja, ja. Hier kunnen we de hele dag over praten. Oh, ja, het begin weer kappie en het einde weer heel groot. Ja. Ja. Maar dat was hartstikke leuk dat we even hier aan het halen zaten over het Noordeinde. Het is een derby waar altijd nog geschiedenis hebben. Ja. En zal ook zo blijven, denk ik. Ja, ja, ja. En ja, door wie de jongen ook samen Zuidnek reeds hebben begrepen. Ja, dat deed goed. Nou, hopelijk dan word je allebei onder tien. Liggende staan. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja, en tot slot natuurlijk. Namens de cameraman en mij wens ik u alvast een voorspoedig 2015. Nou, dat wensen we jullie ook toe, het allerbeste. Ja, ook een voorspoedig 2015 en bovendien een gezond 2015. Ja, heel belangrijk. Ja.